Sigaretten halen. Je rookt toch niet? Goedemiddag allemaal. Premier Van Acht heeft de Tweede Kamer opgeraden de minimumleeftijd voor het uitoefenen van het koningschap op 18 jaar te stellen. Het is door de meerderheid in de Kamer. Dat is schoonheid. Wat zie je er weer mooi uit vandaag? Vastgelegd in een aantal grondwetswijzigingen stap. Hoe moet je nou weer? Volgens premier Van Acht is de functie van het. Pakje Marlboro. Met filter graag. Als je sigaretten wilt, dan ga je maar naar de overkant. Mensen doen niet zo moeilijk. Ze staan er toch? Zijn alleen voor de klandizie? Oh, zit dat zo? Nou, geef dan maar 2 pils. Zo is het wel weer genoeg. Eruit. Rondje voor de hele zaak. Kom op, jongens. Hebben jullie niet gehoord wat mevrouw vroeg? Wat zegt u? Gezondheidsbescherming. Alle zaken die daarmee verband houden. Gulp staat open. Trap is altijd in, leuk hè? Nee, het was een grapje. Hij deed helemaal niks. Lafaard. Mij durf je niet, hè? Boerenlul. Oh! Piet! Zullen we dan maar? Dag! Alsjeblieft, kom mee naar binnen. Piet, alsjeblieft, kom mee naar binnen. Heren, nog één bezoek hier. Over een paar uur terugkomen. Kom je er niet meer uit? Thank you.
Kun je niet slapen, Piet? Nee. Ze liggen weer zo lekker te roggelen. Heb je geen zoetje voor me, Alex? Je hebt vandaag je doos wel gehad, Piet. Ik mag je echt niks meer geven. Moet ik dan maar de hele nacht wakker blijven? Nee, Piet. Ja, dan blijft het toch gezellig hier bij jou. Blij dat ik jullie allemaal hier zo zie zitten. Dat ook anders kunnen aflopen. Heeft iemand van jullie misschien enig idee hoe de brand kan zijn ontstaan? Kortsluiting. Ha, ha, ha. Er is gewoon iemand met een sigaret in slaap gevallen. In de linnenkast zeker. De brand is aangestoken. Boe. Hoef je mij niet zo aan te kijken, want ik heb het niet gedaan. Ik was hier niet eens, hè, Alex? We hadden er allemaal in kunnen blijven. Ja. Ik eis dat degene die het gedaan heeft zich binnen een week bij me meldt. Wie zeg je dat het een van ons is geweest? Loop hier nog 600 andere gekken rond? Maakt toch allemaal niks meer uit. Binnenkort zijn we toch weg. Jullie verhuizen niet voordat dit geval is opgehelderd. Het nieuwe huis heeft te veel geld gekost om het door jullie rotgeintjes te laten ruïneren. Ik geloof dat ik het gedaan heb. Guus. Kom hier zitten. Is er niks gebeurd? Maakt hij zich zo druk om? Ook goedemorgen. Ja, vertel het maar. Dacht dat jij mij wat te vertellen had? Ik? Was dat de afspraak? Hadden wij een afspraak?
Ik weet van niks. Alex heeft me gestuurd. Nou is het wel genoeg. Je weet verdomd goed dat je hier zit vanwege die brand. Je verstiert het maar, jongen. Maar weet wel waar je zelf naartoe werkt. We hebben eindelijk zover dat we je een mooi huis kunnen geven. Ga eens voor jezelf verpesten. Ik wil niet verhuizen. En ik wil ook niet hier blijven. Ik wil weg. Maar waarom wil je dan weg? Zomaar? Jullie hebben toch allemaal de pik op me. Altijd heb ik het gedaan. Luister, Piet. Er hadden ongelukken kunnen gebeuren. Wat dan? Bij dit soort dingen kan ik je niet de hand boven het hoofd blijven houden. Kun ik het helpen dat ik anders ben? We zijn allemaal anders, daarom zitten we hier. Maar dat geeft je nog niet het recht gevaarlijke spelletjes te spelen. Er had iemand dood kunnen blijven. Hoe had je je dan gevoeld? Sigaret? Ik krijg zelf de kanker. Even voorgaan. Jongens, de tuin moet nog wel wat worden opgeknapt. Maar dat mogen jullie zelf doen. En, wat vinden jullie ervan? Kom nou. Kijk, klop, klop, massief eikenhout. Alex, hoe breed is kamerbreed? Geen flauw idee. Tevreden, Guus? Dag Koos. Alex.
snel. Ik ben Alex. Joke. Alex. Nou, zullen jullie even een andere voorstellen? Ja, mevrouw. Piet is de naam. Dat is schoonheid. Oh. Kan nog leuk worden. Goedenavond. Hufter. Dirk, dit is bezoek voor je. Dag, schat. Hoi, Thea. Hoi, John. Hoi, John. Gaat met jullie? Ik denk maar dat ik geen helpen tafel dekken. Ik heb honger. Is er iets? En waarom heb je niet even opgebeld dat jullie kwamen? Nou, dan was ik hier gebleven. Ik kon er met iemand mee rijden. Hm. Hoe is het nieuwe huis? Kan gezellig worden. Waren de vrouwen er ook? Mm-hmm. Aardig? Ik denk het wel. Hoe dat ooit met ons samen moet gaan. Maar je ziet er niet meer zo tegenop. Ach. Heb je al uitslag van je test, John? Ze vonden dat ik moest gaan studeren. Daar praten papa en ik nog wel eens over, zeg. Ja, nou maar eerst dat je overgaat. Ik ben een week nog bij je moeder geweest. Je moet er goed te hebben. Ik dacht dat je daar niet meer kwam. Laat maar, ik doe scheiden, Dirk. Scheiden? Thea, we zijn ons een tijd getrouwd. Ons huwelijk stelt al niks meer voor. Jij hier binnen. Ik buiten. Je bent toch altijd vrijgelaten? Dat is niet genoeg, Dirk. Ik wil niet meer alleen zijn. Johnny heeft een vader nodig. Ik wil haar trouwen. Meet you.
Laat je advocaat maar alles opsturen. Voor mij zou je geen last hebben. Zie ik jullie nog wel eens? Tuurlijk. Dag, pa. Drink, eten! Dirk, eten. Wij hebben een kuntje door. Wij zijn nog niet klaar. Sorry. Smaakt het niet, Dirk? Zonder te laten staan. Schok op. Maar lekker is. Schaam je niet. Ja. Smakelijk eten allemaal. Tutti frutti. Het is een heel mooi huis, Robert. Dank u wel. Prima. Zo, de kennismaking met de dames is ook bijzonder vlot verlopen, hoor ik. Heel vlot, ja. Ik heb uitgerekend dat de vloerbedekking alleen al 2000 gulden kost. Kan de inrichting daar niet wat aan meedoen? Dirk, eten. Denk om de vitamintjes. Henk, dat heb ik jou gezegd. Je hoeft het toch niet allemaal zelf te betalen? Jongens, wat mij betreft kunnen we. Dag allemaal, we komen jullie gauw weer eens bezoeken. Ja. Kom je, Dirk? Dag, Hendrik. Blijf. Het is ons kareltje, ons kare. Godverdomme. Rustig. Guus, die vogel is niet van jou. Guus. Geen vogel, dus laat staan. Kom hier. Los. Korbeljart, rustig. Eens naar buiten. Naar buiten. Nou heb ik die man meer. Niet zo raar, Jaapie. Ik woon er vlakbij. En als er wat is, dan bel me op en dan kom ik meteen. Beloofd? Heb je telefoonnummer? We blijven toch vrienden? Ik wou dat ik dood was. Breng me dan even naar de auto. Ja, Dirk. Nou, Piet, komt er nog wat van? Eerst maar de administratie even bijwerken. Ja, bedankt, Jan. Kuiper. De peer. Wat is dat? Sekse peer? Sekse peer. Sekse peel. Sekse peer. Dat is als de fruitjes niet van je af kunnen blijven, Leo. Kun je dat wel leren dan? Wat moet je daarvoor doen? Hou maar, ik heb het niet meer nodig. Jan, twee. Bedankt, hè. Dag.
dus. Als je wilt, kunnen andere vogel verkopen, maar deze moet echt hier blijven. En naar buiten. Naar buiten. Kom op, kom. Kom. Hé, hey, waar zijn Henk en Piet nou weer? Ik heb even het oliepeil gecheckt. We kunnen. Rij jij of rij ik? Wat jij nou godsam aan het doen? Ik weet zeker dat ik iets vergeten ben. Ik weet alleen niet meer wat. Al je spullen zijn toch al naar het nieuwe huis, Henk? Maar ik mis iets. Ik weet zeker. Eerlijk waar. Zou u hem even willen voorsnijden? Psst. Twee schepjes graag. Van jou alle schoonheid. Twee is genoeg. Dank je. Smakelijk. Geef hem aan, jongens. Heerlijk. Ik zou het niet kunnen. Er is niks aan. Alleen als ik depressieve moeilijkheden heb, dan lukt het niet. Heb je hier dan wel eens? Ja. Wie wil er nog een stuk taart? Blijft er mij ook nog wat over? Dat is Henk, wat is er? Ik moet meteen bellen. Ik wist dat ik wat kwijt was. Waar heb je het over? Bon chéri. Ik had een doos bonbons voor de meisjes. Omdat ik het zo gezellig vind dat ze bij ons komen wonen. En nu is die weg. Wat lief van je, Henk. Wil je nog een stuk taart? Je mag het mijne wel hebben. Soms ga je echt te ver. Heb ik het weer gedaan? Heb je me de hele zaal te zien? Hé, hey, Dirk? We kopen morgen gewoon een nieuwe doos. Karel is dood. Dag meneer. Wat mag het zijn, heer? We zoeken een kanarie, Piet. Karel is dood. Oh. We hadden een kanarie die Karel heette en die is gestorven. Loopt u maar even mee.
Zoekt u maar uit. Dat is hem. Nee, die. Nee, die daar. Ja, bonjour. Hey, kop. Ja. Ja. Klootzak. Hey. Een kusje kraai. Ja. Dat is geen kraai, meneer. Dat is een beel. Kost 125 gulden. Zoveel? Ja, beels zijn slimme vogels. En ze praten veel beter dan papegaaien. Ja. Ze zijn ook erg zeldzaam, hè? Zeg, zeg eens wat tegen, meneer. Dirk, hier zit de goede Karel. Zullen we deze naar beneden? We zijn hier voor een kanarie en niet voor zo'n beest. Ik wil deze. De anderen willen een kanarie. Deze is veel leuker. Ik heb hem. Zet maar terug, want we nemen deze. Piet, stel je niet zo aan. Maar Dirk, koop je hem van je eigen geld als je hem zo nodig hebben moet. Ja. Laat de beest nou eens met rust. Heb je de was nou al afgehaald? Doe niet zo chagrijnig, man. Iedereen doet zijn best om het zo gezellig mogelijk te maken hier. Maar jij steekt geen poot uit. Het is er nog lang geen 6 uur. En wat is eigenlijk met jou aan de hand? De helft van de tijd zeg je geen woord en de rest zit je mij te kankeren. Ik dacht dat we vrienden waren. Dag Piet. Goed geslapen? Zet jij de kopjes even klaar, Piet. Uitslovers. Hier zitten ze allemaal. Hallo, Happy. Dag, Happy. Dag. Kom, ga maar zitten. Voorzitter, kom. Heel lekker, Happy. Hey. Joker. Koffie. Hoe heb jij nou, Andy? €21.300.33. En jij? Daar heb je niks mee te maken. Ja, Piet. Dit is nou onze Nel. Dag, zuster. Kom, ik ben geen zus. Ik woon hier. Dank u.
zuster. Dag, Javi. Dag. Dag, zuster. Zou je er ook niet willen wonen, Japie? Laat me zitten. Ik ga wel. Japie, wie ligt er nu in mijn bed? Henk bedoelt of er nog nieuwe mensen op de afdeling zijn gekomen. Nee. Wie gaat er mee een stukje rijden? Dat is nog eens een verrassing. Hé, wat krijgen we nou? Het is oké, Alex. We gaan een eindje toeren met een maat van me. Dirk, ga je mee? Nee, ik blijf voor Japie. Tot straks. Goedemorgen, meneer. Ja. Dag, meneer. Dag, heren. Heren. Zullen we? Schuif eens een eindje op, Guus. Meneer. Bij een proefrit is het niet gebruikelijk dat er zoveel mensen meegaan. Ik mag toch mijn familie wel meenemen? Jawel, maar... Ja, wilt u overal afblijven, alstublieft? En ook niet aan de klakson komen. En blijf met uw vingers van die ruitenwisser af. Rustig nou. Nou is het genoeg. Allemaal uitstappen. Gaan we of gaan we niet? Ik geloof dat je er maar beter niet naartoe kunt gaan. Waarom heeft ze me anders die kaart gestuurd? Nou, ik denk eigenlijk niet dat het als uitnodiging bedoeld is. Jawel. Ik ken Thea toch? Waarom stuur je er geen bloemetje, hè? Nee, ik vind dat ik er zelf naartoe moet. Nou, dan moeten we dat maar eens met Robert bepraten. Alex, kom gauw. Die maat van Piet is zo boos. Als u niet zorgt dat die mensen binnen 5 minuten uit die auto zijn, haal ik de politie erbij. Oh, meneer vindt ons niet goed genoeg om in zijn mooie auto te zitten. Wat is er aan de hand? Alex, we gaan met... Hou jij nou eens even je mond, Piet. Deze meneer was van de week bij ons. We wilden graag een proefrit maken in ons nieuwste model. Gratis stond er op het raam. Wij dachten te maken te hebben met een serieuze cliënt. Gratis! Piet, ik stuur een brief naar Koning Klant. Geen flauwekul eruit. Eruit! Eruit, zei ik. Kom op. Ik zit nu al jaren in dit vak, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Piet. Bied meneer je excuses aan. Zo, zo, gaan we commanderen. Durf je ook alleen maar een slobber die in de buurt is, zakkenwasser? Volgens mij heeft hij ze niet allemaal op een rijtje. En die ander ook niet, hè? Wat doen jullie eigenlijk hier? We wonen hier in het kader van een experiment. Oh, leuk voor de buurt. Ben ik even blij dat ik aan de andere kant van de stad woon. Succes daarmee. Alsjeblieft, Nel. Dankjewel, jongen. Hé, lekker zo'n dagje uit. Leuk dat je ons hebt uitgenodigd, Dirk.
Even een van jullie een groene voor me. Ik barst van de kop heen. Hé, hey, rustig aan met die zoetjes. Hé, hey, moet ook nog gedronken worden. Als het niet overgaat, heb ik nog een witte voor je. Die helpen altijd. De schoonheid? Nou, zo mooi ben je ook weer niet, hoor. Ik kom alleen maar in de stemming. Piet is er ook bij. Hé? Hallo, Thea. Hé, hey, Johnny. Ik heb een mooi cadeau voor jullie. Daar is die idioot. Hij is met Dirk meegekomen. Dirk? Feest. Dank je. Hallo. Had je hem uitgenodigd? Ik heb hem gewoon onze trouwkaart gestuurd. Waar haalt hij de lef aan dan? In ieder geval hebben de mensen iets om over te kletsen. Doe maar gewoon. Dat zijn best aan. Gefeliciteerd. Dank u wel. Klein bloemetje. Van harte gefeliciteerd. Ja. Wel gefeliciteerd. Wel gefeliciteerd. Wel gefeliciteerd. Ik wens jullie heel veel geluk. Dit is voor jullie nieuwe huis. Maak je me echt blij mee. Dat had je toch niet moeten doen? Kijk eens. Dit is Nel en Henk. Van harte, kind. En nog vele gelukkige jaren. Hier. Mooi. U ook gefeliciteerd, meneer. U ziet eruit als een prentje, mevrouwtje. Van harte gefeliciteerd. Alsjeblieft. Voor je. Lekker. Je kunt ze zo doorslikken. De bitten zijn er al uit. Dag meneer. Gefeliciteerd. Les best. Dit mag jij uitpakken. Heb je ook wat te doen? Nou gaan we lachen. John, voorzichtig, want het is breekbaar. Eerst gedicht voorlezen. Nee, dat kan ik niet lezen. Mag ik een ogenblik stilte, AUB? Omdat Sint u heel graag mocht, heeft hij heel erg lang gezocht. Zelf komen kon hij niet, daarom stuurt hij zijn knecht Piet. Het is wel niet de goede tijd, maar dit huwelijk is een feit. Het is een loflied op de vrouwen, waar wij allemaal heel veel van houden. Voor iedereen, voor jong en oud, zijn zij belangrijk als peper en zout. En je ziet ook heel bepaald waar Abraham de mosterd haalt. Leven, het splinternieuwe paar en Sint zegt volgend jaar. Wat zou daar nou in zitten? Mag ik 3 keer raden? Ik weet het, ik weet het. Niet voorzeggen. Geen flauw idee. Een boek? Een boek! Man, het is voor in de keuken, hè? Een kruidenrekje. Kruidenrekje! Jij, Thea? Ik weet het niet. Pak het er maar uit. Maar voorzichtig. Zie je nou waar Abraham de mosterd haalt?
Leuk, hè? Ach, mensen, wat hebben we gelachen op Grietenbruiloftfeest. Ben in mijn hele leven nog nooit zo buit geweest. Want ja, er waren 14 kinderen, de bruidegom riep, kijk, dat is een souvenirje uit mijn eerste huwelijk. Ja, ja, ja. We hebben toen gelachen, de pret heeft kort geduurd. De zaal was... Gewoon dat je man het niet zo leuk vindt dat we gekomen zijn. Ja, hij moet altijd erg aan mensen winnen. Ja, plezier je wel, hè? Wel hoor. We moeten wel de tijd in de gaten houden, dat we niet de laatste trein missen. Ja. Maar nou, die kraaien zitten, merci, we hebben ons taaltje recht. En in een ogenblikje was er een woest gevecht. Kraai die reed te lollen met dikke tante Mien. Tot slot riep zij, wie heeft er mijn onderbroek gezien? Dank u. Dank u wel. Dames en heren, elk goed feest heeft natuurlijk zijn gezelschapsspel. Dames en heren, de stoelendans. Pakt u allemaal een stoel naar de dansvloer? Nee. Laat ze in het midden met de rug tegen elkaar. Ja. Graag een beetje tempo. Prima, daar nog één. Hier kan er nog één tussen. Ja, en gaat u zitten. Keurig. Hier is nog een stoel over. Kijk eens even. Zo, neem die maar mee. Ja, het bruidje zit al, de bruidegom. Zo, en mag ik dan uw beleefd verzoeken? Maestro, muziek. Ja. Hier nog één. Ach, dat is jammer. Ja, het eerste slachtoffer is gevallen. Mag ik u verzoeken? Ik heb in tijden niet zo'n plezier gehad. Wat jij, Dirk? Drink je niet zoveel, jongen? We moeten ook nog naar huis. Zeur niet. Oh, zie je. Nou, ze winnen niet erg. Dirk. Maestro, muziek. Sorry, tante Nel. Niks aan de hand. Ik amuseer me prima. Ja, lopen. Ja, hey, jongens. Tegen je vlies kunnen. Zitten, tegen je vlies kunnen. Ja, en muziek. Wel, mag ik de volgende dans van je? Even uitpuffen, jongen. Ja. Moeten jullie nog wat drinken? Geef mij nog maar een jonkie, Dirk. Ik wacht even. Jonkie. En een whisky. Ja. En weer uitvallen. En de volgende ronde. Ja. Tempo. Het gaat goed zo. Nog maar vier. Oh, oh, oh. Uw kans voorbij laten gaan. Pardon. Mag ik deze stoel? En muziek. Tempo. Jammer, Johnny. Sorry. Dames en heren, we zijn thans gekomen aan het beslissende moment. Ja, ja, wie wordt de winnaar? Onze sympathieke bruidegom of deze vlotte jongeman? Daar gaat hij maar weer. Ja. Tempo. Gewonnen! Dan blijft die kerel met de sleutel nou.
Ik teken uw lichaam met het teken van het Heilige Kruis. Opdat u op de dag van het oordeel zal verrijzen en het eeuwig leven bezitten. Door Christus onze Heer. Amen. Uit aarde, Heer, hebt gij de mens gemaakt en hem een lichaam bereid. Doe hem verrijzen op de jongste dag door Christus onze Heer. Amen. Amen. Alex, moet het ding erin of erop? Ik weet het niet, hè. Eén van mij. En één van Thea. En één van je zoon. Voor je familie moet je het maar hebben. Koos. Koos, help even. Leo hier. Nee. Jij hebt 3 gegooid. 4, Leo. Nee, Leo, 4. Oh, hoor je het ook eens van een ander. Bob, jij. 3. 1, 2, 3. Hans. 2. Andere kant op, Hans. Man, over die zwarte. 1, 2, hier. Leotjes. 4. 1, 2, 3. Nee, Leo, nee, Leo! 1, 2, 3, 4. Je moet naar binnen toe. Dan spelen we het altijd. 4. Hebben jullie het altijd fout gespeeld? Nou, hier staat het allebei kan. Nou, dan verlies ik het. Het is toch mijn spelletje? Als je niet tegen je verlies kan, mag je niet meer meedoen. Jij hoort hier niet thuis. Zou die jou in de inrichting moeten houden? Gevaarlijke gek! Heb ik er al wat ik kan leren krijgen? Zo, we zijn er! Jongens, wie wil een koffie? Koffie? Ja, lekker. Ja. Ja. Ik hou die vanille ook wel even. Guus ook koffie? Ja. Guus?
Piet, koffie? Nee, dank je. Piet, wil je servelaat of kaas? Ik heb geen honger. Goed, goed. Ben je ziek? Laat me rust, man. Is het toch met onze Piet? Ik denk dat hij Dirk mist. Laat hem maar gewoon met rust, die draait nog wel bij. Mag ik een appel? Zal ik je insmeren? Onze ijskoningin ontdooit. Ja. Smaakt die niet? Getverderrie en warm. Een paar maanden geleden zijn we voor het eerst met elkaar naar bed gegaan. En nu zegt mijn vriend steeds dat ik tegen hem gelogen heb toen ik zei dat hij mijn eerste vriend was, want dat ik geen maagd meer was. Volgens hem doet het erg pijn als een meisje voor het eerst naar bed gaat. Rustig, is niks aan de hand, jongens. Stille waters hebben diepe gronden. Hou je even rustig. Is er iets? Nee. Goeie dag. Hopen wij soms ook meegenieten. Waar zijn anderen? Zitten. Nou, ik dacht dat we een dagje gezellig uit waren. Zitten! Daar. Ik
vind het maar onfatsoenlijk, zo in de open lucht. Ach, we zijn toch allemaal jong geweest? Kom hier maar even zitten, kind. Leo, jij ook een beetje limonade? Nee, dank je. Het is niet waar! Joke, hoe kun je dat nou doen? Wat moet je met zo'n vieze vetzak? Piet, bemoei je niet mee. Stiekemert. Viesbeuk. Vette papzak. Gore nasibal. Scheidluis. Ik geloof dat Piet jaloers is. Ja, ik vind het toch een beetje zielig voor. Gezeur allemaal. Wat doet hij nou? Alsjeblieft. Kwal. Los, Leo. Los. Los nou. Kom op. Hup, trap. Los. En rustig. Kom nou, Piet. Kom nou. Allemaal hoor. Even leven met jullie te maken hebben. Donder op! Ben je weg, Piet? Nee hoor. Kun je lezen? Mag je hem die dikke apenkop geven? Kan hij al wat van leren? Heeft je anders wel mooi gered? Gered? Ik wou gewoon eentje zwemmen. Waarom heb jij zo de pest aan Leo? Dan moet jij de boel niet gaan omdraaien, Robert. Waarom denk je dat hij zo graag hier wilde komen wonen? He? Omdat hij een vuile sadist is. Nou. In het paviljoen ook. Altijd proberen mij af te zeiken. Maar toen was Dirk er nog. En die wist wel hoe hij moest aanpakken. Die hoeft alleen maar naar hem te kijken en dan kroop je al weg. De lafaard. En Dirk is er nu niet meer. Hier.
Voor het geval je het vergeet. Piet. Ik ben Dirk niet vergeten. Ik zou graag willen dat je er nog een nachtje over sliep. Geef me portie maar een fikkie. Ik ben weg. We zullen je missen. Barst! Je kan altijd terugkomen. Ja. Wie is daar? De melkboer. Oh, een halve hopjesvla en twee Zeemse meisjes. Komt in orde, mevrouwtje. De deur is open. Hoeveel krijg je van me? Dag, moeder. Piet, wat doe jij hier? Ben je weggelopen? Wat krijgen we nou? Dag, meneer Langeveld. Ik kwam even goeiedag zeggen. Had je niet even kunnen bellen? Nou heb ik niks in huis. De melkboer. Ik ben zo terug. Ga maar vast naar binnen. En? Hoe gaat het daar? Oh, wel goed. We zijn verhuisd. Ja, dat heb ik gehoord. Mooi huis, hè? Een villa. Dat is voor de gewone man allemaal niet weggelegd. Ja. Hebben jullie ook twee vrouwen? De pleegsters? Nee hoor, ook cliënten? Zo, heet dat tegenwoordig cliënten? Nou, dan wordt er bij jullie zeker heel wat afgewipt. Hm? Weten de dokters dat? Ja, natuurlijk. We mogen ook trouwen. Nou, wow. Kleine cliëntjes maken zeker. Koffie of thee? Thee. Koffie dan maar. Zeg, wist jij dat ze daar tegenwoordig ook vrouwen hebben? Zo. Je zit daar wel in een paradijsje, hè? Ja. Ja, dat mag je wel zeggen. Grote villa. Natje je droogje op tijd, spaarbankboekje, aardig zakcentje. Schaam je niet. Hoezo? In werkkampen moesten ze jullie stoppen. Allemaal. Turken, Surinamers, WW'ers. Van harig tuig met die drugs en ook die zogenaamde cliënten. Werken. Dat heb ik godverdomme ook mijn hele leven moeten doen. Wippen. Piet, kom je even? Mooi weerspelen van onze centen.
Die koffer beneden, is die van jou? Ja. Daar zit mijn boodschap in. Oh. Je kunt hier altijd blijven slapen als er wat is. Zal ik dit naar binnen brengen? Je moet hem vader noemen. Dat vindt hij leuk. Thuis. Wat moet jij van Thea? Ze heeft gebeld. Het was heel dringend. Ik ben speciaal voor hier naartoe gekomen. Dan ga je ook maar weer speciaal terug. Dag Piet. Hé, zo de meter op jij. Doe niet zo lullig. Wat nou, lullig? Hoe durf jij trouwens je gezicht nog te laten zien? Ik heb niets gedaan. Luister nou eens, Piet. Mijn vrouw en ik hebben het allebei heel erg moeilijk gehad naar die affaire met Dirk. En we willen er niets meer mee te maken hebben. Dirk was mijn beste vriend. Piet, het is jouw zaak. Want dan moet je ons niet meer komen lastigvallen. Ga nou maar. Dag. Maar we moeten slapen. Goedenavond. Ik zoek de prijslijst. U wenst informatie. Hoeveel kosten bij jullie de kamers? Voor één persoon? Dat varieert van 120 gulden tot 300 gulden per nacht. Oh. Ontbijt inbegrepen. Die van 300 gulden, dat is toch wel een nette kamer met bad? Dat is de presidential suite, meneer. Nou, vooruit dan maar. 1, 2... Drie. Dat u het er even invullen. Excusez-moi la clé, s'il vous plaît. 1721-22. Et bonne nuit. Merci. Zo. U bent het vergeten, uw domicilie. Hé? Uw woonplaats. Ik ben altijd onderweg. Ik ben artiest. Kijk maar. Voor hoe lang mag ik u boeken? Helaas moet ik morgen weg. Ik heb een optreden in Parijs. Wilt u me om 7 uur wekken? Anders mis ik het vliegtuig. Vanzelfsprekend, meneer. Portier, wil jij meneer even naar zijn kamers? Welterusten. Hé, hey, klootzak. Wel op je beurt wachten, hè? Shit. Nou, meneer. Dat
is een indrukwekkende staat van dienst. Ja, ik ben van alle markten thuis. Mag ik even uw getuigschrift in? Wat bedoelt u? De papieren van waar u gewerkt hebt. Nou, die heb ik niet bij me. Ja, dan kan ik u niet inschrijven. Komt u nou morgen terug en vergeet dan vooral niet de ontslagbrief van uw laatste werkgever in verband met een eventuele uitkering. Ik kom niet van een uitkering. Meneer, u moet er rekening mee houden dat u niet zomaar 1, 2, 3 uur aan de slag komt. En dan is een overbruggingsuitkering geen overbodige luxe. Ik ben niet bij het arbeidsbureau. Ja. Ik wil werk. Begrijp ik. Als u nou morgen vroeg, voor 22:30, die papieren komt brengen, maken wij alles in orde. Tot morgen. Ja. Dag. Houd toch op, man, de zonde van je goede geld. Wat? Ga toch naar de bijstand. Hé, hey, maar ik wil graag werken. Uitsloven. Hallo. 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 Wat heb jij daar voor een leuk beestje? Karel. Zeg eens wat tegen mevrouw. Kan je andere vogeltje ook zo mooi fluiten? Ja, maar die kan niet praten. Wil je niet even binnenkomen? Voor jou 50, schat. Nog even lekker liggen, schat. Nee, daar kan ik niet aan beginnen. Ik moet de huur nog betalen. Schiet eens een beetje op. Kassa. €100. Je zei 50. €100 heb ik gezegd. Niet waar, je zei 50. Nou, niet zeuren, anders haal ik mijn vriend erbij. Nou, zoveel heb ik niet meer.
Vertel het eens, Moppie. Hij wil me maar 50 gulden geven. Maar de afspraak was 100. 100 gulden maar? En het leek me nog wel zo'n eerlijke jongen. Zeg nou eens eerlijk, meneer. Lekker stuk. Beste reet van Amsterdam. Dacht je nou echt dat je daar voor 50 gulden overheen kon gaan? Hier ook. Carlos, zeg eens wat. Hallo. Morgen. Lekker weertje, hè? Heb jij een gulden voor een arme sloeber? Zijn mal is afgepakt. De vrouwtje zeker, hè? Daar weet ik alles van. Dat is er maar één. Eén vrouw is 1000 mannen te erg. Vondel. Met jou kan ik praten. Zo, dat zit erop voor vandaag. Ik ga naar mijn stekkie. Is er nog een kamer vrij, meneer? Met of zonder bad? Met graag, als het kan. De trap op en de rest wijst zich vanzelf. Dank u wel.
Leuk dat je weer bent, Piet. Nee, maar wat een verrassing. Blijf allemaal rustig zitten. Ik ben zo weer weg. Ik kom alleen even mijn post halen. Er is niks voor je. Je moet nooit meer weggaan, hoor. Hoe is het met je aardbeien? Blijf je niet eten, jongen? Nee. Mijn vriendin zit op me te wachten. Zo, dat heb je ook gauw voor elkaar gekregen. Is ze lief? Ja, mooi. Beste reet van Amsterdam. Ik zou ook wel eens willen zien. Welkom weleens met haar langs. Nou, dan ga ik maar weer. Ja, ik kan niet te laat op mijn werk komen. Doe jullie Alex de groeten? Als je nog even blijft, zie je hem. Nee, ik moet weg. Stuur mijn post maar naar mijn moeder toe. Robert type het adres. Jullie zullen me voorlopig niet meer zien. Snoepje voor onderweg, Piet. Bedankt. Nou, dag. Dag, Piet. Dag, Piet. Het is niet om te lachen. Het is om te janken. Karel is weg. Die zit toch binnen? En mijn koffer ook. Nou heb ik niks meer. Geloof jij er wat van? Wil jij zo'n bewieren, ik lieg. Moet je weer een dreun? Jongens, jongens. Daar gaan we weer.